Op deze avond met Leo Blokhuis zien we een verschijning, Oldebroekse verschijning. Ferdy van Olst ook op deze avond aanwezig. Hoe heb je de avond beleefd, Ferdy? Ja, ik vond het hartstikke interessant. Ja, sowieso. Met name de verhalen achter de muziek, dat boeit mij altijd. En ik vond het reuze interessant. Vertel even voor de... Je hoort toch weer nieuwe dingen. Dus. Vertel even voor de kijkers wat je doet in het dagelijks leven, maar ook in de avonduurtjes. Ik heb een reclamestudio in Elburg, zoals menigeen wel weet. En als hobby heb ik inderdaad ook muziek en ik speel zelf nog in een band. Dus wij hebben daar ook veel mee te maken. Vandaar ook dat ik het reuze interessant vind. Nou, heb je zo'n avond als Leo beleefd? Kijk je ook anders naar de muziek na deze beleving? Met name wat hij vertelde over Fleetwood Mac. Dat album heb ik natuurlijk zelf ook nog in de kast. En ik wist wel dat er inderdaad ook binnen de band een aantal dingen speelden. Maar zoals hij dat dan uitdiept, ja, dan vind ik dat ook wel weer mooi om te horen. Ja. We hebben het album Rumors ook thuis? Ja, heb ik zeker thuis. En ik ga nu ook nog weer een keer draaien. Ja, zeker. Een avond om nooit te vergeten, of zeg je van nou? Ja, ik had nog wel twijfels, want ik heb hem pas vanmiddag opgegeven. Maar ik denk, ik ga toch even samen met mijn broer Ari hier naartoe. Dus die heb ik opgepikt en ik heb er geen spijt van, zeker niet. Daarmee heb je ook een stukje aan het goede doel meegegeven, daar was je van bewust? Ja, daar was ik me zeker van bewust, dat zag ik ook in de mail. Nou, dat is sowieso een goede zaak, dus van beide kanten weer een voltreffer, toch? De volgende avond gaat over inbrekers. Ja, dan weet ik niet of ik dat moet doen. Mijn oude groep slot zetten misschien. Nou, ik weet niet of ik er dan ben, maar dat zien we dan weer. Ja. We zien elkaar weer, dankjewel. Zorg. Hey, okay. Dankjewel. Hey, bedankt. We staan in Koelenhagen vanavond op 28 maart 2013, vanavond een avond in het kader van het goede doel. Rechts van mij staat voorzitter van de Rotary Club en links de gast van vanavond, Leo Blokhuis. Leo, mag ik met jou beginnen. Vanmorgen om 7 uur landde je weer vanuit een reis vanuit de Verenigde Staten en nu alweer in je geboortestad is het niet, geboortedorp niet, maar woonplaats. Ja, vroegere woonplaats. Vroegere woonplaats. Ja. Mijn eerste stappen, van kleuterschool. Ik ben hier, net voordat ik naar kleuterschool ging, kwam ik hier. Dat was in 1967. En wij zijn, ik weet nog heel goed, in de paasvakantie van 1973 weer vandaan gegaan. En toen zat ik in de vijfde klas. Dus die tijd, wat toch redelijk bepalende jaren in je leven zijn. Dat je je eerste beelden gaat vormen en zo. En de meest levendige herinneringen, daarvoor is toch een beetje een grijze bedoeling. Dat was hier. En dat was geweldig. We zitten hier aan de Zuiderzeestraatweg. Heb je daar, wij noemden dat het Boerenweggetje. Ik weet niet of het zo heette. Maar dat was, en dan gingen we naar... daar had je in de tijd... Jan Dikke Willem Boer heette die. En dan om de hoek had je mijn vriend Bertus Boer. Zo'n zandweggetje. En daar speelde ik. En dan... daar reden we trekker en dan hielpen we met hooien en zo gewoon wat. En ik vond dat heel erg leuk. En hoe oud was je toen? Ja, ik was 11 toen ik hier wegging. Dus van 4 tot 11 of van 5 tot 11. En ben je later hier weer eens teruggekomen? Ik ben hier, mijn ouders zijn op een gegeven moment in Wapenveld gaan wonen. En toen woonde ik in Hilversum. Dus van Hilversum naar Wapenveld kon ik door Wezep. Of tenminste, je rijdt hier van de Zuiderzeestraatweg, de Stationsweg af, straat af. En dan ging ik wel eens linksaf, wat toen de Spireastraat. Vroeger had je daar de Korenbloem. Nu heb je een doorgaande weg naar de Bovenheigraaf. En die Korenbloem is weg. En daar zit het politiebureau volgens mij op de hoek. En dus dat weet ik. En dan, waar nu dat winkelcentrum is, had je vroeger de Rolskaatsbaan. Het politiebureau is ook inmiddels al weer weg. Die zit hier nu vlak achter. Maar die beelden die zijn dus heel levendig. Ik weet nog dat je de Rolschaatsbaan, vroeger ging daar een laagje water in. En daar heb ik mijn eerste schaatsslagen gemaakt. En die veldjes, daar had je veldjes omheen. Dat zal ongetwijfeld bebouwd zijn nu. Maar dat waren gewoon van die knollenveldjes. Daar legde je vier jassen neer. En daar gingen we voetballen. En dan daar had je zo'n klein winkelcentrum waar een spar was. En daar tegenover had je de bibliotheek. Zeg maar, dat is mijn beeld van Wezep. En naast dat oude winkelcentrum had je de school, de Meidoornschool. Nog steeds. Straat. Nou ja, daar ben ik op school geweest. Meester Kallewaai, meester Hamburger, juffrouw Tini Tolen. En de hoofdmeester was meester Flip Leenman. Maar daar heb ik nooit les van gehad, omdat ik in de zesde woonde ik al in Schiedam. En... dat die beelden zijn heel sterk. En
En ik heb het dus ook veranderd, want bij mij zat toen, die zitten geloof ik nog, wij woonden Spireerstraat 18, dat was in die 201 kapwoningen aan de kant van de stations, wat weg. Ja. En dan helemaal aan de andere kant van de Spireerstraat, links had je de kleuterschool. Ik weet niet of daar nog zoiets zit, maar dat was toen, zit dat er nog? De Oranje School wordt het dan denk ik, hè? Oranje School. Was, want toen had je een losse kleuterschool, dus je ging... En daar ben ik naar de kleuterschool geweest. Dus dat, ja, dat weet ik nog wel heel goed. En dan vond ik het heel leuk om daar later te komen en te zien dat overal nieuwbouw was gekomen natuurlijk. Want je reed de Spireerstraat uit, had je een beetje zo'n kronkelweg en daar stonden toen boerderijen. En volgens mij is daar achter nu, zeg maar, richting Hattemerbroek. Ja, dat was gewoon toen, er was niks. En dat is nu bebouwd. En ik ratel door, maar je knipt het er maar uit. Maar wij hadden bij de kerk, had je dan, dan was het de bedoeling dat je het zendingsbusje ging lopen. Dan ging je bij 30 adressen uit de kerk langs en die gooide een gulden in zo'n busje. En dan, ik had een wijk over het spoor, dat was zo'n villa-wijk daar. Dus als je de Zuiderzeestraatweg, het station rechtdoor en dan rechts zo'n wijk. Koningin Wilhelminalaan. Ja, precies. Ja. Daar woonde Van den Berg toen. Nou ja, Nou ben je hier vandaag weer terug in wezen. Ben je nog wel even een rondje wezen rijden dan? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik dit verzoek kreeg om dit te doen, heb ik meteen gezegd dat ik dat heel leuk vond om te doen met het idee. Mijn jongste broer die woont in Heerden. En daar kom ik niet elke week. En dan dacht ik, even kijken, even naar Heerden. En dan even combineer ik dat. Maar uiteindelijk had de NTR een ander plan met mijn agenda, de omroep. En ik ben vanochtend uit Amerika gekomen. En ik was zo brak. En bovendien, ik heb een kind van 2,5. Die was veel te blij dat ik terug was. Dat ik gewoon maar zo laat mogelijk van huis. Ik heb vanmiddag nog eventjes een uurtje geslapen. Want in de vliegtuig slaap ik niet. Dus die nacht is overgeslagen. Dit is wel de ideale manier om weer gewoon in het Europese ritme te komen. Want voor ik thuis ben is het 12 uur en dan zit ik gelijk weer in het goede schema. Dat moet de voorzitter goed doen om zo'n stralende man hier aan het werk te zien. Nou, dat klopt ook. En ik hoorde dus vanmiddag dat hij dus uit Amerika kwam. Ik denk, nou, dat is passie, dat is hartstocht. Maar dat is ook wezen. Ik heb vanmiddag, voor die tijd al eens even gekeken. Blokhuis, wanneer predikant was en wat informatie ingewonnen over Blokhuis. En ik ben zeer dankbaar dat hij zo'n prachtige avond heeft gemaakt. We hadden vanavond al ruim 200 mensen hadden we hier. En het was het enthousiasme. Ondertussen tijd, ik hoorde allemaal nieuwe namen. En dat het allemaal in elkaar hangt allemaal. Nou, fantastische avond. En voor ons, voor de PR als Rotary, want we willen uitstralen. We willen geen duffe konijnen willen zijn. Of we willen sprankelijk willen zijn. We staan er midden in de maatschappij. Nou, en Leo heeft daar vanavond een fantastische avond van gemaakt. Ja, dankjewel. Wat een mooi compliment. Hartelijk. Maar het grappige is inderdaad ook, als je een uitnodiging van een Rotary Club krijgt, dan denk je, ga ik nou voor een club grijze pakken praten of zo? Dat weet ik dus niet. Ja, ik ken geen beeld van. Nee. Maar goed, ik kan maar één ding en dat is wat ik vanavond gedaan heb. Dus dat is maar het was ontzettend leuk om te doen. En je merkt, als je praat, dan merk je wel of iets landt of niet. En dan stem je alleen, weet je nog, dan denk je, ik doe nog iets extra of niet. En het is vrij laat geworden uiteindelijk. Dus het was gewoon heel erg leuk om te doen. Waar haal je de inspiratie uit, Leo, als je dus naar een publiek zit te luisteren, of te prediken, zeg maar, die eigenlijk alleen maar moet luisteren en eigenlijk niet zo heel veel terug kan zeggen? Ja, erg is dat. Ik geef ze geen mogelijkheid. Maar het gaat, dat zei ik al van tevoren. Van meestal komen ze er niet tussen. Maar het is. Vanavond ook gezegd. Ik kan dat niet spelen. Ik word echt gelukkig van muziek. En ik word daar echt heel blij van. Of zo'n verhaal over hoe je, als je goed naar muziek luistert, hoe je het beeld van mensen kan veranderen. Gewoon omdat je ziet, het maakt niet uit of het de kleur je bent. Je voelt dezelfde pijn of dezelfde vreugde. En dat vind ik zo, zo inspirerend. En ik. Een liedje, als je daarover nadenkt, dat een liedje 3,5, 4 minuut duurt en je hoort het goede liedje en je zit ineens te janken. Of je krijgt ineens een smile op je gezicht. Dat is toch onwaarschijnlijk zo'n fenomeen. Ik heb wel eens gezegd, ik ben een gelovig mens, maar het ligt bijna op dat niveau waar liefde ook zit, weet je. En waar geloof zit. Dat zijn dingen, daar kan je uren over lullen, maar je kan dat eigenlijk, moet je het voelen. En ik voel het zelf heel erg en ik denk soms, ik weet zeker dat het zo is dat als je iets meer weet en als je een beetje handvatten krijgt of namen van ga hier eens kijken, dat je dat gevoel kan ontwikkelen, zeg maar. En ik,
als ik dan echt heel op de softe tour mag, wat ik uiteindelijk hoop is, kijk, hoe meer mensen passie voor muziek krijgen, hoe beter de wereld wordt. Want niet dat ik zo goed ben hoor, maar als je door de ogen van muzikanten en met liedjes in je hoofd naar de wereld kijkt, dan heb je geen plek voor om wapens te kopen of zo, weet je. Het sluit elkaar uit voor mij. En dat vind ik zo te gek, dat je, ja, God, liefde, muziek. Het is gewoon een soort drie-eenheid. En dat past, dat... You got me started. maar dat is het gewoon, weet je wel. Het is gewoon, dat zijn, voor mij, hè. En je hoopt gewoon dat als gewoon een paar mensen dat ook vinden en ook zo blij worden, dan begin je gewoon iets moois, toch? Heb je het gevoel gehad vanavond? Ja, ik denk het wel. Ja, anders mensen hadden gewoon een pauze weggekund en de mensen bleven zitten. Dus ja, ja, ja. Ze wisten wat ze konden krijgen en er is niemand die ze verplicht om te blijven zitten. Dus dat ging goed, toch? Nee, mag ik jou een vraag stellen? Is het dan, zou het zo kunnen dat je met je overtuiging naar de liefde van God, dat je bepaalde soorten muziek daar niet naar gaat, geen onderzoek naar doet, omdat het toch een stukje satanisch kan zijn? Nou, weet je wat heel grappig was? Ik kom net uit Amerika en een van de dingen die we gedaan hebben is een documentaire over disco. Nou was disco in mijn tijd, en misschien ook wel jouw tijd, was het, ja, weet je wel, voor meisjes en ja, dans, ja, weet je wel, ja. En de gay scene komt dat heel erg uit. En ik sprak met een oude DJ die in de jaren 70 in New York met die discobeweging begonnen is. En die zei, wat zo te gek is aan disco, ik ben disco pas later gaan waarderen omdat het zo rijk klinkt, mooi geproduceerd is. En als je eerlijk ernaar kijkt, is het een muziek van liefde en plezier. En die zei, die DJ, die dus alleen plaatjes draait, hij maakte zelf geen muziek. Die zei, wat ik zo erg vind aan de muziek is all the swearing. Hij zei swearing, dus dat kan zijn echt vloeken of schelden. Yeah, yeah. Hij zegt, over 20 jaar, die liedjes van nu, je gaat toch niet over 20 jaar die liedjes naschelden? Je wil zingen over mooie dingen, dit en dat, nee. Weet je wel. Dat is niet, dat beklijft niet. Dus ik snap dat als kunstuiting en als protest of als woede, maar wat beklijft, dat zijn de liedjes die schoonheid en liefde en plezier, want dat is wat muziek is voor mij. Ja, 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 dus dat, ja. In die zin, en kijk, en ik ben een gelovig mens, dus ik heb daar nog heel specifieke keuzes in, maar ja. Ik wil dat niet. Ik hoop niet dat het zo overgekomen is. Ik wil niet als een soort evangelist staan. Het is een vraag die ik je nu stel. Maar ik wil dus niet als een soort evangelist staan. Maar ik vind wel, ik hoop wel dat ik de mooie kant van muziek. Je kunt met kunst ook, kun je natuurlijk de hele donkere zwarte kant zoeken. En je kunt met je levensovertuiging ook fanatiek NSB'er zijn of zo, wat religieuze trekjes heeft. Natuurlijk maak ik daar heel erg mijn keuzes in zelf. Ja. En ik maak daar zelf scherpere keuzes in als dat ik voor zo'n... Maar ik begon wel stiekem een beetje met de Matthäus-persoon, dat ik het echt ontroerend mooi vind in deze lijdenstijd. Vind ik dat gepast, zeg maar. Ja, dus ja, wat jij zei, ja, dat klopt. Ik ga niet alles promoten. Nee. Wat ga je voor de rest nog doen in de komende tijd, Leo? Is dit soort avonden, vult dit zich jouw leven? Ja, maar nou ja, het is. Ik kan niet van. Ik kan niet voor goede doelen leven, zeg maar. Dat wil ik ook niet. Dus. Wacht even hoor. Dat is een leuke avond. Sorry man. Hij is mijn broer, die was er, dus die moest ik even. Maar ik doe dit wel vaker. Gewoon als deel van mijn werk, maar dan gewoon commercieel, zeg maar. Dus voor. Of ik doe het ook wel eens iets minder commercieel, maar toch nog voor geld voor bibliotheken. Want bibliotheken hebben natuurlijk op het moment het probleem, wie gaat er om naar een bibliotheek? Omdat internet zit dat ontzettend in de weg. Dus dan organiseren ze avonden. En dat doe ik heel graag. En dat doe ik. En schandalig, gewoon voor commercieel, voor bedrijven. En dat is een goede basis voor mijn inkomen. En dan doe ik daarnaast, ik ga binnenkort de reprise spelen van een theatervoorstelling over de band. Ja, als je ergens niet rijk voor het is van theater, maar het is gewoon net zoals dit. Het is gewoon leuk omdat je direct voor mensen staat. Ik heb altijd radiowerk wat doorloopt. Elke week een paar radioprogramma's. En ik ben dus weg geweest voor een tv-documentaire, dus dat zit steeds in mijn agenda. En ik moet schrijven. Dat is eigenlijk meestal mijn zomerklus. Schrijven. Gewoon zorgen dat die tafel vol loopt. De grote commerciële tafel moet gevuld blijven. Niet zo, dat kan heel commercieel zijn. En dat kan bijvoorbeeld, er zitten daar een paar boeken waar ik echt twee goede jaren van gehad heb. En boeken die ik vond dat ze moesten zijn. En
ja, dat mijn uren er prima uitkomen, maar ook niet meer dan dat. Dus dat is een beetje verschillend. Maar het is diezelfde drang. Ik kan niet iedereen bepraten en dan schrijven is natuurlijk een heel goed alternatief. Dankjewel. Meneer de voorzitter, er komt alweer een nieuwe avond aan. Hans. Hans, er komt alweer een nieuwe avond aan binnenkort over inbrekers. Waarom daarvoor gekozen? Jullie hebben ook gelezen in de Stentor stond er regelmatig dat er in Wezen veel werd ingebroken. En toen hebben we toch gemeend als Rotary Club, hoe kunnen we dat invullen? En nu is er een ex-inbreker in Groningen, meneer Jansen. En meneer Jansen die is op het goede pad gekomen. Maar die wil wel vertellen, op een gegeven moment als hij ergens inbreekt, wat er aan markeert. En die hebben we dus uitgenodigd in samenwerking met de politie en de gemeente. En die gaat 's middags op pad. Die mensen zitten s'avonds, dat wordt gefilmd. Die mensen zitten s'avonds in de zaal waar die heeft ingebroken. En die zullen zien dat ze hun huis toch niet helemaal goed beveiligd hebben. Inbreken met voorbedachte raden. Inderdaad, met voorbedachte raden. En dat is moet ik even kijken hoor, ik spiek even, dat is in 8 april is dat hier in Coolenhagen. Entree is vrij, vanaf 7:30 is de inloop en in 17 april in de Haas in Elburg. En dat is ook vrij toegankelijk. Het zal in de krant zal dat komen te staan en de politie en de gemeente die werkt mee. Je hoeft niet in te breken om naar binnen te komen. Ik heb toevallig net vanmiddag bij de politie een gitaar opgehaald die bij mij gestolen was. Dus 2 maanden geleden echt belachelijk bij mij in mijn kantoor ingebroken. Echt heel veel weg. Onder andere een basgitaar en een gitaar. Een echte Amerikaanse Fender en een gitaar. Ah. En ik had die serienummers op Twitter gezet. En ik heb zelf een tijdje gezocht, maar op een gegeven moment word je daar een beetje ziek van. Elke keer je die wond openhalen, zeg maar. En toen kreeg ik een paar weken geleden een seintje van iemand. Jouw bas staat daar te koop. Mijn serienummer erbij, want die had ik gecommuniceerd. En dat was inderdaad mijn basgitaar. En toen heb ik een opzetje gemaakt met de politie. Ik heb een afspraak gemaakt via internet onder een valse naam. En de politie is die deal gaan doen, zeg maar, in Burger. En die hebben hem ter plekke gearresteerd. En toen had ik lang niet alles, maar in ieder geval de mooiste dingen. Namelijk een mooie Gretsch-gitaar en mijn Fenderbas weer terug. Kijk eens. Maar inbreken, jullie laten mensen inbreken, maar in Amsterdam doen ze dat met de koevoet. En ik heb mijn halve deurkozijn moeten laten vernieuwen. Hè? Ja, dat is niet eventjes met een creditkaartje iets, maar dat was gewoon met houtsplinters in het rond. Ja. Grof geweld. Even terug. Jullie niet, hè? Met grof geweld. Nee, dat hoop ik niet. Nee, zeer zeker niet. Even terugkomen op de avond om afsluiter even aan te geven. Het bedrag wat opgehaald is ten goede, voor het goede doel, de voedselbank van vanavond. Ja, dat is een 4500 euro is dat. Een 4200 euro is opgehaald met de mensen die er allemaal gekomen zijn. Een 300 euro door Ozinga, een boekhandel uit Nunspeet. Die heeft een bijdrage gedaan met boeken en die zijn vanavond gesigneerd door Leo. Een bedrag van 4500 en dat gaat naar de voedselbank toe. En een gelukkige avond. Zonder meer. Dacht ik wel. Ja. Nou, op naar 8 en 17 april voor de volgende avond. Bij deze bedankt. Oké, alsjeblieft. En meneer Blokhuis ook bedankt.